Hallo, hier is Wendy. Vandaag wil ik jullie graag deze steek laten zien, de 9 stekenkabel. Ik heb er al een tutorial van opgenomen, maar die was en snel en vrij donker. Dus ik ga hem nog een keer opnemen voor degenen die het rustig willen zien. En dan gaat hij in 2 delen. Dus de 9 stekenkabel komt van de website van Kim. Hier verschijnt een link. Helaas is het geen klikbare link, maar je kan hem wel even overschrijven of kopiëren. En op haar website staat al een fototutorial. En deze videotutorial is om het extra te maken dat je kan kijken als je op een punt komt dat je er even niet uitkomt. De patroon van Kim vraagt om 13 lossen op te zetten, 3 omhoog. Vanaf de tweede losse ga je stokjes haken en dan moet je 13 stokjes in totaal hebben. Ik heb 12 stokjes in 1 keer opgezet. Wil je weten hoe je zo'n mooie flexibele rand met stokjes in 1 keer opzet, verschijnt hier een link. Er komt een nieuwe pagina met het videotutorial, dus dan kan je op een later tijdstip even rustig kijken. Dan blijft deze bladzijde tenminste even open, kan je nog meekijken. Dus volg mee alsjeblieft. Daar gaan we. De 13e maak ik af door aan de onderkant van de begintoer het steekje af te maken, een nieuwe steek op te zetten. En ik maak mijn stokje voor toer 2. En dan heb ik 13 stokjes opgezet. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maar ik was deze even vergeten, want die hoort er natuurlijk ook bij. 1, 2, 3. Dit is mijn eerste. Dus dan hebben we 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 stokjes opgezet. Gaan we 3 lossen omhoog. 2 en 3. Dit is de basis die we gaan opbouwen. Die bestaat uit 4 stappen op de site van Kim. En ik doe hem dus in 2 keer uitleggen. Dus de 13 lossen opzetten, 3 omhoog. En nu toer 3 is 12 stokjes terughaken. Want de eerste 3 lossen zijn je eerste stokje. Nou, Kim en ik werken sinds december 2015 met elkaar samen. Zij maakt hele mooie steken. Ik wilde heel graag videotutorials van steken maken. En zo zijn we eigenlijk samengekomen om het heel kort uit te leggen. En het werkt perfect. Zij heeft hele mooie fototutorials. En ik maak daar als extraatje nog de videotutorials bij. Nou, we zijn er bijna. En de laatste. Dan gaan we altijd even natellen. Dat is echt, vooral als je beginnend haakster bent, is dat heel belangrijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan zie je dat hier zit nog je eerste 3 lossen van de begintoer. Dan in je eerste, tweede, derde lossen. Dus omslag. In die derde lossen zorg je dat je 2 draadjes pakt. Draad halen en je maakt je stokje af. Dan hebben we 13 steken. Dan gaan we aan de 9 stekenkabel beginnen. En stap 1, ik ga even het fototutorial van Kim volgen. De stap 1 is 3 lossen omhoog, draaien. Dan in het tweede stokje maak je een gewoon stokje. En dit blijft elke keer in het patroon zo. De eerste 2 zijn 2 gewone stokjes. De laatste 2 zijn gewone stokjes. En die 9 steken ga je gebruiken om je kabel te maken. Dan gaan we 9 reliëfstokjes voor. Een reliëfstokje voor maak je als volgt. Je hebt een omslag gemaakt. Omslag. Je gaat om het stokje heen. Draad halen, door 2, door 2. Nog een keer. Omslag, om het stokje heen, draad halen, door 2. Oh, wel door 2. Ik heb wat dikker draad en dan moet je wel zorgen dat je alles meeneemt. Dus omslag, om je stokje heen en je stokje afmaken. En zo gaan we er 9 maken. Relief stokje voor, afkorting RSTV. En dit was stap 1 van de fototutorial van Kim.
En dan zijn we bij 6. En dan zijn we bij 7. Ik hoop dat je mee kan haken. Anders zet je hem, als ik bij 9 ben, even op pauze. Totdat je de 9 gehaakt hebt. En dan kan je weer mee haken. 8. En de laatste is 9. 9 reliëfstokjes voor. Dan blijven er nog 2 over. En wat ik net zei, in die laatste 2 en de eerste 2, altijd een stokje in het ene laatste stokje. Omslag, zoek weer die derde losse op. Dus 1, 2 en 3. Dan zorg je dat je insteekt door 2 lusjes heen. En je maakt je stokje op de hoek. Dit was nog het makkelijke gedeelte van de kabel. 2 stokjes, 9 reliëfstokjes voor, 2 stokjes. Gaan we 3 omhoog. 1, 2, 3. Dat is stap 2. Keren. Omslag. Eerst een stokje in het tweede stokje. Een gewoon stokje. En nu gaan we een reliëfstokje achter maken. Sorry. Daar gaan we. Omslag. En ik ga hem eerst even aan deze kant laten zien. Je ziet dat je hier die 2 gaten hebt. Omslag. Je gaat van voor of van achter naar voor. Om het stokje heen. Draait je werkje om. Draad halen. Je hebt 3 op de haaknaald. Door 2. Door 2. Ga ik hem even aan de zijkant laten zien. Het beste is om te leren aan de voorkant, maar dan zie je wat ik bedoel. Omslag. Dit is je reliëfstokje van de vorige toer. Je hebt die 2 gaten hier om je stokje heen. Je gaat van achter naar voor, van voor naar achter, om je stokje heen. Draad halen. Door 2. Door 2. Nou, eigenlijk moet je het zo aanleren. Dus ik ga hem nog een keer laten zien. Omslag. Van achter naar voor, om het stokje heen. Draad halen. Dan hebben we 3. Om het stokje heen. 4. Dus een relief stokje achter. RSTA. 5. 6. 7. 8. 7. Even steeds wat draad halen. En nog 9. En als laatste blijven weer je 2 stokjes over. Dus in het ene laatste stokje, door 2 draadjes, een stokje maken. Omslag, weer die derde zoeken. 1, 2 en 3. Zorg dat je 2 draadjes opneemt. En dan maak je daar je stokje in. Dus dit was stap nummer 2 met 2 stokjes, 9 reliëfstokjes achter, 2 stokjes. Gaan we naar stap 3. 3 lossen omhoog. 1, 2 en 3. En draaien. Omslag. Het stokje in de tweede steek. En nu eventjes goed opletten. We gaan 3 steken overslaan. En dan gaan we 3 dubbel reliëfstokjes voormaken. DRSTV. Dus we moeten 3 steken overslaan. 1, 2, 3. Dus we gaan naar deze steek. En we moeten een reliëfstokje voormaken, maar we moeten een dubbele maken. Dus dubbele omslag. 1, 2, 3 overslaan in je vierde om het stokje heen. Draad halen. Je hebt er 4 op je haaknaald. Ga je je draad halen door 2. Draad halen door 2. Draad halen door 2. Dubbele omslag, dus 1 en 2. De volgende steek, zorg dat je hier boven die 2 gaten insteekt, dus deze en deze. Draad halen, heb je 4 op je haaknaald staan, door 2, door 2, door 2.
dubbele omslag. Dit is je laatste steek die je gaat maken met het dubbel relief stokje voor. Om het stokje heen, draad halen, 4 op de haaknaald, draad halen, door 2, draad halen, door 2, draad halen, door 2. Heb je 3 dubbel relief stokjes voorgemaakt. Nu moeten we naar deze 3 toe gaan. En dat is even opletten. Daar gaan we weer. Ik ga hem rustig voordoen. Dubbele omslag, want we moeten ook een dubbel relief stokje die kant op maken. Je gaat voor het werk langs. En we moeten het eerste stokje wat we overgeslagen hebben, deze, die moeten we gaan pakken. Deze 2 gaten moeten we hebben. Dus je hebt je dubbele omslag, voorom, deze moeten we hebben. Dus we gaan insteken aan de voorkant, om het relief stokje heen. Heb je zo relief stokje plus 3 steken. Ga draad halen, 4 op de haaknaald, door 2, door 2, door 2. Dan gaan we weer dubbele omslag, voorlangs. Nou zie je dat hier is je tweede relief stokje. Dan moet je hem even uit elkaar halen. Zie je dat hier boven die 2 gaten zitten. Om het tweede relief stokje heen. Dan ga je draad halen. Door 2, door 2, door 2. Nog eentje. Dubbele omslag voor je werk langs. Zoek die derde op, die zit hier. En dan zoek je die bovenste 2 gaten op. Hier. Draad halen. Door 2, door 2, door 2. Dus je hebt nu 6 dubbel relief stokjes voorgemaakt. En dan zie je dat die al gaat kruisen. Dan houden we hier nog relief stokjes over. Dat hoort bij. We hadden nu net stap trouwens. Dit was stap 4. En dan gaan we naar 5. We gaan relief stokjes maken in de laatste 3. We hoeven daarvoor niks te doen. Deze ga je gewoon meenemen. Omslag. Dan ga je zoeken. Dit waren die laatste 3 relief stokjes. Die zijn over, want hier heb je al in gemaakt. Dus hier ga je relief stokje in maken. En gewoon helemaal meenemen dat dubbel relief stokje. Dat ene steekje wat hier nog op zat, zeg maar. Daardoor trekt hij mooi zometeen naar deze kant toe. Zie je dat? Omslag. Nog een dubbel relief stokje. In steek nummer 8 van het relief stokjes. Omslag. En let erop. Je hebt dus hier die gaten. Die moet je niet hebben. Want dat is van de vorige toer. Hierboven zit dat kleine krummeltje, zeg maar. En dan hier die 2 gaten. Daar moet je doorheen steken. Daar moet je even opletten dat je niet die andere onderkant pakt, want dan klopt je patroon niet meer. Die zijn gemaakt en dan blijft over de 2 stokjes. Eén en mijn draad zit een beetje vast, dus die ga ik eventjes pakken. Omslag en dan in die eerste, tweede, derde steek insteken. En je 3 losse afmaken. Dus we hebben nu gemaakt 2 stokjes. 3 dubbel relief stokjes die hier nu achter liggen. 3 dubbel relief stokjes deze kant op. 3 relief stokjes in 7, 8 en 9. En 2 gewone stokjes. Dit was filmpje 1. En als je hier klikt, ga je naar filmpje 2. Waar we verder gaan met stap nummer 1. 6 hebben we net gedaan. Stap 6 en 7 gaan we mee verder. Tot zo!